De Romeinen kruisigden soms slaven die in opstand kwamen. En ook moordenaars werden aan het kruis genageld. Het kruis werd eerst op de grond gelegd. Aan handen en voeten werden de veroordeelden eraan vastgespijkerd. En dan werd het kruis in een kuil gezet en overeind getrokken. En zo stierf de gevangene van pijn, hitte en dorst. Twee gevangenen zouden samen met Jezus moeten sterven. En om 9 uur stonden de 3 kruisen er. Jezus hing in het midden. Hij keek naar de mensen die hem op het kruis gespijkerd hadden. Hij begon stil te bidden. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. De priesters waren daar ook. Ze lachten Jezus uit. Kijk nou toch! Je hebt zoveel mensen geholpen. Kun je nu niet jezelf redden? De man die links van Jezus hing, vroeg met een schorre stem. Bent u de Messias? Waarom redt u ons dan niet? De man die rechts hing zei. Wil je wel eens zwijgen? Wij verdienen die straf die we nu krijgen. Maar Jezus is onschuldig. Toen begon hij zachter te spreken. Als u koning zult zijn, alstublieft, denk dan aan mij. Je zult niet lang hoeven wachten, antwoordde Jezus. Vandaag ben je al met mij in de hemel. Sommige leerlingen van Jezus waren daar ook, samen met een paar vrouwen die hem overal gevolgd waren. Jezus zag zijn moeder staan. Johannes, zijn beste vriend, probeerde haar te helpen nu ze het zo hard nodig had. Zorg voor mijn moeder, zei Jezus tegen zijn leerling. Johannes, jij moet voortaan als haar zoon zijn. En smiddags werd het plotseling donker. Terwijl anders de zon zo fel scheen. Jezus hing nog 3 uur vol pijn aan het kruis. Hij droeg de zonde van de mensen. En plotseling riep hij, ik heb gedaan wat ik moest doen. Het is volbracht. Het leek of hij juichte. Het is volbracht. En toen stierf hij. Er was een man uit Arimathea die Jozef heette. Hij was rijk en erg aardig. Hij vroeg aan Pilatus of hij Jezus begraven mocht. Nicodemus, de man die 's nachts eens met Jezus was komen praten, hielp hem daarbij. Samen wasten ze Jezus. Ze deden hem een schoon grafkleed aan. En ze legden hem in een nieuw graf, in de tuin van Jozef. Een paar vrouwen waren mee naar het graf gegaan. Nu keerden ze huilend naar huis terug. Dat was het verhaal weer voor vandaag. Zou dit echt het einde zijn voor Jezus? Ik ben benieuwd.